Hey YouTube en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag vanuit Indonesië. Om exact te zijn de rijstvelden van Tete Batu in Lombok. En wij overnachten hier al een paar nachten. En nou heb ik wat sporen gezien die ik jullie graag wil laten zien. Want het is een beetje een soort van aquarium gerelateerd. Aquarium diertjes in het wild, zeg maar. Dus laten we op zoek gaan. Oké, dus ik liep hier langs de rijstvelden. En op een gegeven moment, ja, ik ben natuurlijk altijd een beetje aan het speuren naar leven in het water. En op een gegeven moment zag ik ze. Kijk, hier. Eitjes van de appelslak. En hier. Eitjes van de appelslak. Kortom, dat is een teken dat je hier appelslakken zou moeten kunnen vinden. En als je dan heel goed gaat zoeken, dan stikt het ervan. Even kijken of ik een mooie grote kan vinden hier. Nou, kijk hier. Appelslak. En dit zijn dus hun golden apple snails. En als je dan gaat kijken, hier. Ja, ik kan ze zo continu uit het water blijven plukken. Hier ook. Appelslakken. Oh, hier. Kijk. Hier. Dat zijn dus gouden appelslakken. Echt flinke units en het stikt ervan. En die eten dus de rijst op, dus dat vinden ze niet zo leuk. Dus die bestrijden ze schijnbaar met gif. Of ze halen ze handmatig weg. Maar dat was het eerste aquariumbeestje wat ik hier vond. En nu heb je hier allemaal van de irrigatiepijpen liggen. Hier. En witte pijpen. En dan was het me al opgevallen dat je daar dus ook hele kleine visjes zag zwemmen. Dus ben ik naar voren gelopen vanochtend, toen waren ze rijst aan het oogsten. Toen zijn we met de kinderen gaan helpen, dat was superleuk. De kinderen slaan, bam, 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 om die rijst uit die ares te slaan. Maar dan hebben ze het rijstveld dus laten leeglopen. Want hier is dat allemaal water, zoals je kan zien. Dan hebben ze laten leeglopen en dan heb je eigenlijk alleen nog maar zo'n paadje waar water in staat. En daar heb ik deze beelden geschoten. Het lijken wel rijstvisjes, lijkt mij. Maar goed, dat zal wel heel, heel, heel toevallig zijn. Wel heel leuk natuurlijk. Ik heb ze niet uit het water kunnen halen. Maar ja, kijk nog even mee. Ik loop hier dus in het rijstveld. In het rijstveld ligt droog. Daar hebben ze net geoogst vanochtend. Daar hebben we kinderen mee geholpen. En dan zie je hier een heel klein strookje water. En in dat strookje water stikt het van het leven. Er zijn allemaal visjes. En ik weet niet wat voor visjes het zijn. Het zou natuurlijk heel toepasselijk zijn als het allemaal rijstvisjes zijn. Hè? Kijk. Allemaal visjes. En die leven normaal waarschijnlijk in het rijstveld. En omdat dit nou helemaal gedraind is, zijn ze hier opgehoopt. Leuk om te zien. Nou, dat was hem dan. Appelslakken en een willekeurig visje. Wat waarschijnlijk ook wel in ons aquarium past. Want ze zijn niet heel groot. En dat allemaal hier in de rijstvelden van Tete Batu, Lombok, Indonesië. Nou, ik ga nog heel even van de omgeving genieten. Morgen verkassen we weer naar een andere plek. Dus wie weet vanuit daar ook weer een video. Maar voor nu zeg ik tot de volgende keer. Vond je deze video leuk? Duimpje omhoog. Abonneer als je al mijn video's wil zien. En kijk vooral de playlist die hierboven verschijnt. Als je meer reisvlogjes wil zien. Ik zeg tot de volgende. Later!